iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik kreeg de laatste tijd op Instagram heel veel vragen over de tas die ik de laatste tijd draag. Dat is degene hier naast mij. En toen dacht ik ben er zelf ook echt super blij mee. En waarom maak ik anders niet weer een keer een What's in my bag video / mini review van deze tas. Als je daar zin in hebt, blijf dan vooral eventjes gezellig kijken. Vergeet zeker niet even om een duimpje omhoog te geven of deze video een hartje. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon gelijk beginnen. Nou, de afgelopen tijd draag ik dus vooral deze tas. Ik heb hem, even kijken, ik denk 1,5 maand geleden gekocht. En sindsdien is hij gewoon echt een super grote favoriet bij mij. Deze is van het merk Nuno Bags. En dan is dit specifiek het Ellie model. En dan in de luipaard variant. Met echt van die haartjes heeft hij hier zitten. In dit gedeelte van de video ga ik gewoon eventjes het What's in my bag gedeelte doen. Ik denk dat de meeste van jullie daar geïnteresseerd in zijn. En ik moet zeggen dat dat de afgelopen paar maanden meer is dan voorheen. Dus ik ga gewoon eventjes beginnen met het vakje aan de achterkant. Als het grootste vak. Daarin kan ik namelijk maar liefst 2 brillenkokers in kwijt. En dat vind ik wel echt heel erg chill. Ik merk dat ik de laatste tijd toch wel heel erg graag mijn bril draag. Ik heb echt de minimale sterkte, dus ik draag hem eigenlijk vaak niet. Maar als ik zeg maar buiten de deur ben en veel in de verte moet kijken, minuutjes moet lezen of andere dingen moet lezen, dan merk ik dat ik het toch wel lastig vind. Dus ik heb veel vaker mijn bril mee buiten de deur. Dat is deze. Die heb ik ook wel eens op in foto's, omdat ik hem dus oprecht echt vaker draag. Hij is echt best wel groot en opvallend, maar ik kan er echt super goed doorheen kijken. Dus hier ben ik wel echt heel erg blij mee. En dan heb ik naast die ook een zonnebril in een koker. Want deze heb ik ook op sterkte, dus daar ben ik ook best wel zuinig op. Het is deze. Hij is van Paulette, maar het is een beetje de stijl van de Ray-Ban Round zonnebrillen. Ik zet alle info gewoon in de beschrijving, mocht je daar benieuwd naar zijn. Dus ja, moet je kijken. 2 hele brillenkokers die ik gewoon in die tas kwijt kan. Dus dat is heel erg vet. En soms als ik dan bijvoorbeeld maar 1 bril mee heb of helemaal geen bril, kan ik er zelfs een fles water in kwijt. Dus nu ik die eruit heb gehaald, heb ik hier mijn portemonneetje. Deze is van Rebecca Minkoff. Ik vind hem echt super fijn. Je hebt eigenlijk gewoon hier 2 vakken of 2 sleufjes. Hier 2 sleufjes voor al je bonnetjes, pasjes, al dat soort dingen. Hij is niet echt geschikt voor losgeld, maar ik heb dat gelukkig toch niet vaak bij me. En hier ben ik ook echt super blij mee. Dan heb ik ook nog mijn sleutelbos. Uiteraard met de Batik Keychain. Mocht je niet bekend zijn met de Batik Keychain, dat is een item die ik in de webshop heb staan. Op dit moment zijn ze allemaal uitverkocht. Dus ze gaan altijd echt razend hard. En deze maak ik gewoon helemaal zelf. En het chillen aan deze keychains is dat je gewoon hier zo heel makkelijk in je hand kan houden. Dus dan kan je heel makkelijk en veilig je sleutels bij je hebben. Of je doet zelfs hem om je pols. En dan heb je ook nog je handen vrij om eventueel iets vast te houden of om dingen mee te doen. Dus het is een super chill en leuk item. Staat ook nog eens heel erg leuk aan je sleutelbos. En je vindt hem natuurlijk ook nog best wel snel terug in je tas. Omdat het dus best wel een opvallend item is in je tas. Dat is die. Nou, heb ik nog een item dat ik zelf heb gemaakt. Ja, sorry jongens. En dat is deze Batik scrunchie. Ook deze ga ik weer maken trouwens in de webshop. En ik vind het gewoon heel erg chill om altijd een scrunchie in mijn tas te hebben. Voor de dagen dat ik in één keer mijn haar zat ben en het omhoog wil gooien. Of dat het in één keer heel warm wordt. En dan zie ik ook nog dat ik een gewoon elastiek erin heb zitten. Wow, ik zie er zelfs nog één zitten. Volgens mij heb ik deze van de Solo trouwens. Die zijn best wel wat dikker. Maar super stretchy, zoals je kan zien. Dus deze vind ik wel heel erg chill als je wat dikker, voller haar hebt. Dan heb ik ook nog 2 doekjes. Die heb ik uit een restaurant nu meegenomen. En dat zijn van die refresh doekjes. Normaliter heb ik echt zo'n heel pak met hand sanitizer doekjes erin zitten. Maar die is laatst opgegaan. Dus daar moet ik echt even snel op zoek. Dat ik eentje vind die er weer in past. Zie ik hier nog een bonnetje van de Intratuin. Nog een ander papiertje. En ja, weer een stukje zelfpromotie misschien, maar ook weer niet. Dit is een zakje met een Batik mondkapje. Het is echt heel veel Batik allemaal. Mondkapje. Nou, weten allemaal denk ik inmiddels al wat het is. Ik heb deze in mijn tas zitten voor het geval dat ik in één keer bijvoorbeeld met het openbaar vervoer moet, waar dit natuurlijk nu verplicht is. Of dat ik op een andere plek kom waarvan ik denk, nou, ik voel mezelf ietsje veiliger of prettiger wanneer ik een mondkapje draag. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd gewoon eentje in mijn tas heb zitten. Gewoon voor de gevallen dat ik er ineens eentje graag wil dragen. En dan doe ik natuurlijk met een herbruikbare, wasbare en mijn eigen mondkapje. Dat is natuurlijk wel logisch. Oh, ik kom echt nog een elastiekje tegen.
Deze, die is ook al heel sterk. Nou, binnen in de tas heb ik trouwens nog twee vakken. Dus dit is het grote vak. Hier heb ik nog een klein vakje. En dan heb ik ook nog een ritsvak. En daar heb ik helemaal niks in zitten eigenlijk. Ga ik door naar het vak hier aan de voorkant. Deze bestaat uit twee ritsen. Eentje gaat naar rechts. En de andere gaat naar links. En dat is verder gewoon een heel groot vak, zoals je kan zien. En daar kom ik weer een Batik scrunchie tegen. Deze is ook echt super mooi. En, ach, het is echt heel erg. Weer een elastiekje. Ik was al benieuwd van, hé, waar gaan al mijn elastiekjes naartoe? In deze tas blijkbaar dus. Verder heb ik een pakje kauwgom met een haar ertussen. Een beetje wat kauwgompjes. En mijn telefoon. Deze is echt super chill. Die past perfect in dit vak. Dus die zit er uiteraard in. En dan is het vak alweer leeg. Maar zoals je kan zien, het is best wel een groot vak. Dus er kan echt al heel veel in. Dan heb ik nog twee vakjes aan de voorkant. Twee mini vakjes. En die werken ook echt gewoon gelukkig. Ik hou echt niet van nepvakken. En in eentje heb ik mijn Apple AirPods zitten. Die passen echt perfect in dit vakje. Dat is gewoon zo satisfying om te zien. En daar heb ik dit hele mooie hoesje omheen. Deze heb ik gekregen van Serena. En deze is van Ideal of Sweden. Die maak je gewoon zo open. Heb je hier je oordopjes in zitten. En ja, ik hou echt van deze oordopjes. Zo ideaal en chill. Niet meer dat gedoe met al die draadjes en dergelijke. Ik moet wel zeggen dat deze ritsjes niet super soepel gaan. Maar gelukkig hoef ik ze niet altijd heel vaak open te maken. En in de andere heb ik dit zitten. Dit is een mini hand sanitizer. Deze is van Mercy Handy in de geur Coco Rico. Oh, die ruikt echt inderdaad heel erg naar kokos. Ik vind dit ook gewoon heel erg chill om te hebben in mijn tas naast. Gewoon de reinigingsdoekjes om gewoon lekker te kunnen reinigen wanneer ik daar zin in heb. Zo, volgens mij ben ik er best wel rap doorheen gegaan. Was ook de bedoeling. Maar dan nog heel eventjes over deze tas zelf dus. Het is echt een super chill model. Hij is dus niet heel erg klein. En maar tegelijkertijd ook weer niet heel erg groot. Zodat ik een hele hutkoffer met me meedraag. En je krijgt eigenlijk twee hengsels bij. Deze, dit is een korter hengsel. En dan kan je hem zeg maar echt zo... Wacht, ik zal eventjes de ritsen dicht doen. Dus dit korte hengsel is gewoon zeg maar zo voor over je schouder. Is wel heel erg leuk om zo te dragen. Alleen soms glijdt hij wel echt van je schouder af. En dan krijg je er ook nog een langer hengsel bij. Die draag ik eigenlijk het meest. En deze is helemaal zwart. Wat ik wel jammer vind. Ik had op zich wel gewild dat hij ook dit leuke pantenprintje had. Want dan leek het er net ietsje beter bij te passen. Nu voelt het een beetje alsof ik dit hengsel er zelf los bij heb gekocht. En ik zag dat andere mensen dat ook vonden. Dus ja, aan de ene kant heb ik iets van, ze vonden het misschien gewoon makkelijk om niet nog een extra ring toe te voegen. Waar je dan dit extra hengsel aan vastmaakt. Aan de andere kant denk ik wel dat het een stukje mooier was geweest als ze dat wel hadden gedaan. Ik gebruik deze dus wel heel vaak, omdat ik hem dus net ietsje langer kan maken. En dan draag ik hem dus crossbody. En dan heb je dus zo je tas. Dus lekker gewoon veilig nog op je buik. Ja, het geeft echt nog een beetje wat meer kleur en zo in je outfit. Wat ik weer heel erg leuk vind. En je hebt gewoon lekker alles dicht bij de hand. Ik moet wel zeggen dat deze Nuno bags niet super goedkoop zijn. Volgens mij de normale prijs is toch wel echt over de 100 euro. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. En ze hebben de laatste tijd echt super vaak sales. Van echt 50% korting, zelfs 70% korting. Deze heb ik met 70% korting gekocht. Ja, ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Om te zien wat ik zo al in mijn tas draag. Wat ik fijn vind aan deze tas. Mocht je ook zeg maar interesse hebben om zo'n tas aan te schaffen. Ik vind het altijd heel erg chill om van tevoren reviews te bekijken. Want dan kan je echt een beetje een soort van de tas in actie zien. Dus ik hoop dat je daarmee hebt geholpen. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. En als je nog andere vragen hebt, let me know in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik check je snel weer in de volgende. Doei doei!